Het jaarverslag over 2016 van de Nationale Assemblée is vandaag gepresenteerd door voorzitter Jennifer Simons. De presentatie vond plaats in de conferentiezaal van de Nationale Assemblée. Het verslag staat in het teken van een steeds meer open parlement om de bevolking zoveel mogelijk inzicht te geven in wat er in de Nationale Assemblée gebeurt. Verder heeft de gemeenschap de mogelijkheid om te participeren in bepaalde processen. Volgens Simons zijn er vorig jaar 86 openbare vergaderingen gepland, waarvan 80 voortgang hebben gehad. De voorzitter zegt verder dat de planning voor de openbare vergaderingen in 2017 beter zal geschieden. In die zin dat je minder hoopt te krijgen dat de vergadering wordt vooruitgeschoven. Maar op de 86 vergaderingen moeten we zeggen dat ik denk dat dat niet zo'n slecht resultaat is. We hebben 48 huishoudelijke vergaderingen gehouden, waarvan 45 zijn doorgegaan. 1 hetzelfde, geen voortgang, dus naar een ander moment. 1 is uitgesteld en er was 1 keer in het jaar 2016 geen quorum. De openbare commissievergaderingen, daar bent u nu een beetje vertrouwd mee. Maar het is een werk in uitvoering waarin we allemaal nog zullen moeten gaan wennen. Dat zijn er 9 vergaderingen geweest. En de openbare commissievergadering is niet alleen voor DNA nieuw, maar natuurlijk ook voor de media nieuw. Simons geeft verder aan dat er 270 reguliere commissievergaderingen waren in 2016. In vergelijking met 15 jaar terug is dat een enorme vooruitgang. Toen werden er 5 tot 10 commissievergaderingen per jaar gehouden. Volgens Simons zijn deze commissievergaderingen hart en ziel van het parlement. Omdat in die commissies gebeurt echt werk. Daar zitten de parlementariërs echt te spitten op wetten, op begrotingen en met deskundigen en met mensen uit de samenleving. En als dat werk goed verloopt, dan verloopt de voorbereiding van de wetgeving goed. En behalve de wetgeving zien we dat bijvoorbeeld, straks gaat u zien, een bepaalde commissie veel vergadert. Als er problemen zijn op een bepaald gebied, moet de commissie dat ook aanpakken. Dus het commissiewerk is heel duidelijk op gang gekomen in 2016. En dat brengt ons op de mogelijkheid voor 2017 om slagvaardiger ons werk te doen. Verder hebben we 2 buitengewone openbare vergaderingen gehad. Dat is de gebruikelijke jaarrede en 150 jaar parlement. Dat was Jennifer Simons, voorzitter van de Nationale Assemblée. Ze presenteerde vanmorgen het DNA-jaarverslag over 2016.